Landgoed Brombeek in Arnhem is dus de locatie voor het Indisch Herinneringscentrum. Aan de tentoonstellingsruimte wordt hard gewerkt en al die voorbereidingen kunnen nu gemaakt worden vanuit het eigen kantoor op Brombeek. Op 29 augustus 2009 droeg de toenmalig commandant Bolderman de sleutel voor het kantoor over aan toen nog de staatssecretaris van VWS, Jet Bussemaker. Veel gasten, waaronder striptekenaar Erik Heuvel en schrijver Adriaan van Dis, zijn vervolgens met voorzitter Eri Stovee naar het kantoor gegaan, waar Eri officieel de deur van het Indisch Herinneringscentrum dan eindelijk kon openen. Zo, kom binnen. Dank u wel. Wat mij belangrijk lijkt, is dat je een plek hebt waar de dingen worden getoond zoals ze werkelijk waren. Want we worden geconfronteerd met de verzinsels van onze ouders, met de mythologie. Mijn bron, ik ben gek op verzinsels. Maar ergens moet ook een plaats zijn waar de feiten worden bewaard. Ook de persoonlijke ooggetuigenissen, daar gaat het niet om, die misschien gekleurd zijn, maar ook gewoon getallen. Dat later mensen ze gaan ontkennen, zeggen het is nooit geweest. Ja, het is wel geweest. En daar vind je het, hier, een paar trappen hoger. Dat is volgens mij het allergrootste belang. En wat zou u hier persoonlijk nog graag willen zien? Ja, mijn vader zat op de Junior Maru, het schip dat getorpedeerd is. De grootste scheepramp in de wereldgeschiedenis, tot een grotere gebeurde. Maar in ieder geval, zo kwam het verhaal uit de oorlog. Ik zou wel willen weten dat de mensen dat zien. Ik zou wel willen weten dat de mensen weten wat een Romusha is. Ik zou wel willen weten dat er getallen worden getoond, statistieken, verhalen worden getoond, hoe de Indonesische bevolking onder de Japanners leeft. Al die dingen, juist omdat het zo geweldig van veel kanten belicht moet worden en zo'n ingewikkeld verhaal. Ik verbaas me er altijd over hoe weinig mijn generatiegenoten weten, hoeveel ik moet uitleggen. En oké, die mensen gaan hier niet heen. Het heeft ook helemaal geen zin om dat te verwachten. Nee, je moet ze niet dwingen. Maar er moet ergens een kwaliteitscentrum zijn. Dat elke keer als iemand begint te zwetsen, dat je hem met feiten kan confronteren. En die liggen hier. Maar het zou toch heel aardig zijn als doorsnee van de Nederlandse bevolking hier ook een kijkje zou nemen. Maar dan moeten ze dat vrijwilligheid doen. Geen schoolreisjes, niet dingen naar bezoekcijfers. De hele televisie dingt naar kijkcijfers. En daarom is het zo'n waardeloze televisie. Dus breng kwaliteit, dan komen de mensen vanzelf.